Ja, kopbal. Kom op. Dit staan, kom. Voor jou, kom. Kopbal. Ja. Kom op. Ja, dat is geen kleine paal. Hij hoort bij de top bij de sterkste van Nederland. Dat hoort niet bijna. Dus hij zal het moeten klaarmaken. Goeie poging, Ron. Ja, gaat heel makkelijk. Perfecte techniek. Goeie poging. Een seconde gaat maar op. Tot 1 seconde gestrekt zijn. Goeie poging, Dirk. En dit is op. Renko, hij blijft de trui en lange broek aanhouden hoor. We zijn benieuwd waar hij het doet. Ja, kan je lang wachten zitten. Remco voor de 200 kilo, de man die het nooit warm krijgt. Hij wordt niet koud of warm ergens vastzitten. Nou. Goeie poging! 200 kilo. Remco, Duinker. Deze beurt is verplicht, jongens. Goeie poging! Patrick, goeie punt. Ja, dat is magnesium. Paul, 2 kilo, let op. Spassel helder, hieruit en helder. Prachtige techniek, goede boven, Paul. 1 seconde gestrekt. Goeie. Die beelden we vragen straks als hiermee klaar is, even een kleine demonstratie. 2 kilo, ook weer een minuut te pijpen bij de sterkste van Nederland. Prachtige techniek, let op. Goede poging, Rob. Schitterende techniek, veel uit de benen. Goeie poging en dus 240 kilo. Dirk. Precies honger. Nou wat. Zweet aan de Patrick. Come on!
zeker hele belangrijke. Remco heeft hem. Je moet naar die kant.
Hakkie Bimbus! Hakkie Bimbus! Hakkie Bimbus! Harika! Harika! Hakkie Bimbus! Hakkie Bimbus! Nee! Hij pakt zijn kleine broertje, let op! Wat doet het? Hetje, kijk eens, kijkers. En daarna de man nog weer. Hetje, hetje. Hetje, hetje. Hetje, 15 meter heeft hem, kijk eens. En het gaat mooi met hem hoor. Het gaat mooi, keurig. Hetje, 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 hetje. 30 meter heeft hij daar. En nu moet je de poesenbroer pakken. Eerst pak je Remco hier. Eerst pak je Remco hier. Hij loopt nog goed hoor. Hij loopt nog goed. Eerst pak je Remco. En nu gaat hij met zijn broer. Nu gaat hij eerst Dirk. Nu pak je Dirk. Hij gaat naar Dirk toe, maar pak je zijn broer. Pak je zijn broer. Hij gaat nu naar Dirk. Pak je zijn broer. Pak je zijn broer. Pak je zijn broer. Ja, 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 ja. Daar gaat hij. Helemaal door. Hij pakt zijn broer. 60 meter heeft hij. 75 meter. Prima. Hij wil zich helemaal toeleggen op de 6 man, zei hij tegen mij. Ze moeten nu bewijzen. Gaan met 160 kilo. 80 kilo aan de kast. Hoe ver loopt hij? 15 meter heeft hij. 15 meter heeft hij. 15 meter heeft hij. Daar pakt hij 30 meter. Daar pakt hij 30 meter. 30 meter heeft hij. 30 meter heeft hij. Nu moet hij hier rekken. Nu moet hij hier rekken. Pak hier rekken. Nu moet hij hier rekken. Houd hem vast. Houd hem vast. Hij moet rekken pakken. Hij pakt rekken niet. Hij wil immers. Paul, hij staat twee in het klassement. Hij komt van. Wat een zilver jaar kunnen we volgen. Dat spreekt niet goed uit. Paul, tweede klasse, wat een! De romp komt nog achter, dus hij zal moeten. Hij zal moeten. Let op! Arm moet gestrekt zijn. Elleboog helemaal te zien.
Hij wil die kruid door je duiven. Dat weet ik. Tweede punt, ja. Oké. Speaker. Oké, zakken, steken. Steken dan, nee, zakken. Steken, los, tijdloos. Kom op, tempo. Deze arm steken, Remco. Beide armen steken. Oké. Tijdloos. Beide armen blijven steken. 30 seconden. 20 seconden. Eerste waarschuwing, steken die beide armen. Komt voor de bal, stop. Thank you.
Liverpool. Ze noemen heel veel niet. Oké, goed. Hier moet je van Lexen hebben. Goed van Lexen. Lemmer, twee zware vader. Nee, Stanley, Liverpool. Ga nog een tijd, hè. Eén op de rand van de stoot gestrekt, 120 kilo, krijg je hem op de pol. Hoe lang is hij? Thank you.
om wel wat aard te smoren, jongens. Zeg, Dirk, die gaat even naar. Nummer 4. 18,5 punt. Van slag met Dirk. Patrick de Wierik. Nummer 4. Mag ook op de oude plaats zijn. Natasje vliegt al weer. Ja. Kijk, charmante uitreiking. Nu, de top 3. Nummer 3. Met 22 punten. De sportschool die uit de helder. Paul Oort. Met een rugblessure. Van nog 3. Ja, probeer hem op dat vat te krijgen, Natasja. Antwoord dat zelf, Paul. Moet je erop staan, ha? Frans? Nee, hij mag blijven zitten, heeft een blessure. Paul Benson. Nummer 2. Hij heeft geweldig gevochten, vooral het laatste onderdeel. Hij heeft van genoten. Alles uit de kast. Ed Beurs! 41 jaar! Moet dan maar even voor je hoofd, hè? Ed. Je mag op het vat. Staan. Even voor de foto, hè? Ja, zo kan ook. Ja, Ed. Nee, Ed. Die niet voor jou. Edmoes 25,5. Maar de absolute winnaar van vanmiddag met 34 punten. Ruim van Vamel! Dat zit het niet goed. Hij daagt me uit voor volgende week zondag. Daar staat hij weer even met beide benen op de grond, jongens en heren. Let dan maar even op. Als het klopt, iemand met beide beentjes op de grond, maar vooruit. Kijk, geen moeite om erop te komen. Even een prachtige applaus en een prachtige prijzen. Deze atleten. Even een foto. Even naar de camera. Frans bedankt, Ed Boes bedankt, de sponsors bedankt. I'll be back.